Welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Geloof je dat? In deze serie gaan we stilstaan bij een andere grote aartsvader van de geloof, Isaac, de zoon van Abraham. En we gaan voornamelijk kijken naar hoe Isaac geloof heeft getoond op zijn jonge leeftijd. Zoals we weten van de vorige aflevering stelde God Abraham op de proef door aan hem te vragen om zijn enige geboren zoon Isaac op te offeren. Abraham gehoorzaamde en nam Isaac mee om hem op te offeren. En hij ging hoog op de berg samen met een ezel en wat dienaar en nam Isaac mee samen met de mes en hout. En hier zien we al de eerste grote teken van geloof van Isaac. Namelijk zonder weerwoord gehoorzaamde hij zijn vader Abraham en ging hij mee. Hij dacht niet of vroeg zich niet af of zijn vader van, hé, wat gaan we doen? Waarom moet ik mee? Kan niet misschien iemand anders mee? Nee, hij gehoorzaamde. En dat is een andere grote teken van geloof, namelijk gehoorzaamheid. Ik accepteer en ik respecteer het gebod van mijn vader, van God die zegt of vraagt iets om te doen. Ik doe dat zonder weerwoord, want ik geloof dat God het beste voor me heeft. Ik geloof dat God alwetend en al goed is. Dus gehoorzaam ik hem zonder weerwoord. Deze gehoorzaamheid en respect naar God laten we ook zien door onze gehoorzaamheid en respect naar onze ouders. Wanneer onze ouders iets van ons vragen, gehoorzamen wij dat. Want onze ouders, net als God, ze zijn niet hetzelfde als God, maar zijn wijzer, zijn meer wetend en meer ervaren over ons. Dus wij accepteren en respecteren hun gebod naar ons. Uiteraard luisteren we niet naar onze ouders wanneer ze ons opleggen om te zondigen. Dus daar zit dan wel wijsheid in om te onderscheiden wanneer we luisteren of wanneer we niet luisteren. Maar in de meeste gevallen dienen wij uiteraard te gehoorzamen aan onze ouders zoals we gehoorzamen aan God. We zien dus geloof bij Isaac doordat hij gehoorzaamde en respecteerde naar wat zijn vader Abraham van de vroeg zonder weerwoord. Verder op reis, toen Abraham zijn knechten en de ezel waarop het hout lag achterliet en alleen het mes en de hout op de rug van Isaac meenam weer op naar de berg, vroeg Isaac aan zijn vader, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beide samen heen. Zojuist vertelde ik dat Isaac zonder weerwoord geloof en gehoorzaamheid toonde. Maar toch zien we hier misschien enige twijfel van Isaac door de vraag te stellen van waar is dan het lam? Dit laat ons zien dat het oké is om te vragen waarom we iets doen. Ons geloof horen wij niet zomaar met de paplepel aan te nemen. Nee, we mogen best kritisch zijn en vragen stellen. Maar nogmaals weer, met respect. Dus niet te vragen omdat we het niet begrijpen en dan niet doen. Nee, te vragen om te begrijpen en dan vervolgens weer te gehoorzamen. En dat is ook wat Isaac heeft gedaan. Hij stelde één vraag, kreeg antwoord. En ook al was dat antwoord misschien niet helemaal logisch, God zal zichzelf aanbieden als offer, gehoorzaamde toch Isaac zijn vader Abraham en ging hij mee. Hij vroeg zich niet af van, ja maar hoe dan en waarom en wanneer. Nee, hij had geloof. Hij accepteerde, gehoorzaamde en ging met zijn vader mee. Maar wat hierna gebeurde is nog meer verbazingswekkend. We lezen in vers 9 en 10 van hoofdstuk 22 van Genesis. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar. Bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Wauw. Wat is hier wauw aan? Wat heeft Isaac voor bijzonders gedaan? Abraham nam zijn zoon Isaac, legde hem op de brandhout en was bereid om hem te slachten. We zien hier niks wat Isaac heeft gedaan of gezegd. Nee, maar dat is precies het punt. Hij heeft niks gezegd. Hij gehoorzaamde, hij respecteerde weer en geloofde. Hij zei niet tegen zijn vader, wat doe je, waarom pak je mij, waarom leg je mij daar op het altaar? Hou je niet van mij, God zal zichzelf toch aanbieden? Nee, hij toonde complete
gehoorzaamheid. Isaac geloofde. Hij geloofde in het woord van zijn vader. Hij geloofde in het woord van God. En als God het wil, dan zal het wel goed zijn. En geef ik mijzelf over aan de wil van God. De vraag blijft dan, wat voor goed is het voor Abraham om Isaac te slachten? We hebben in de vorige afleveringen gezien en vaak heb ik gezegd dat door geloof wij dan overspoed krijgen. Maar welke overspoed kunnen we hieruit halen wanneer we ons eigen zoon slachten? Wat krijgen we dan daaruit? Het geloof hebben in God betekent niet altijd dat de opoffering die we maken misschien tot een bepaalde rendement of winst leidt. Want we offeren onszelf niet op om iets te krijgen. Nee, wij offeren onszelf, ons tijd, geld en energie op voor God, omdat wij van God houden. Wij willen aan God geven, wij willen aan God aanbieden. Tevens is ons leven, geld, tijd en energie ook niet van onszelf. We hebben het gekregen, wij behoren tot God. Wanneer God dan van ons vraagt voor ons leven, ons tijd, ons geld en energie, dan geven wij dat hem, want het is zijn recht. Vaak willen wij geloven dat het succes dat wij hebben behaald ons eigen verdienste is. Wij geloven dat wij recht hebben om te bepalen wat we doen met ons leven, tijd, geld en energie. En God uit zijn liefde geeft ons ook de vrije wil om te bepalen wat we doen met ons leven. Maar ook uit zijn liefde wil hij ons beschermen en wil hij het beste voor ons. Daarom geeft hij ons bepaalde geboden die wij moeten doen en die wij niet moeten doen. En om zijn genade en zegeningen te mogen ervaren, moeten we daarom dan ook wel gehoorzaam zijn aan wat hij van ons vraagt. En we tonen deze gehoorzaamheid, of we kunnen alleen maar deze gehoorzaamheid en geloof tonen door onszelf op te offeren. Welke zegening en genade kunnen wij dan hebben en ervaren als wij onszelf opofferen? Dood zijn en er niet meer zijn? Jezus zelf geeft hier antwoord op in Marcus 10, vers 29 en 30. En Petrus begon tegen hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En in hetzelfde stuk in Matthäus vraagt Petrus ook nog eens: wat zal ons deel dan zijn? Dus we hebben u gevolgd en alles verlaten, en wat zal dan ons deel dan zijn? En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vroeg of kind of akkers verlaten heeft omwille van mij en omwille van het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeder en kinderen en akkers, met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Wat wordt hier dus gezegd? Hier wordt gezegd, wanneer wij onszelf opofferen omwille van Christus, krijgen we dan niet alleen honderdvoudig hier terug, hier op aarde, maar ook in het eeuwige leven. Geloof je dat?